Dag beste vrienden in de Heer, vandaag 3 juni, donderdag, hoofdfeest van Sacramentsdag. Het is een dag waarin wij echt God kunnen loven voor deze gave bij uitstek van de Eucharistie. En vandaag, het is helaas geen feestdag, vrije dag, maar wij kunnen toch tijd maken om God te danken voor de gave van zijn Eucharistie, ofwel bij een het bijwonen van een Eucharistieviering, ofwel een bezoek bij een kerk ofwel thuis. God loven voor dit groot geschenk van de Eucharistie. Het is groter dan we kunnen denken of ja, kunnen vatten. Het is groter. En vandaag door de lezingen gaan wij ons dieper kunnen bezinnen en ook begrijpen. Wat is deze gave? Wat betekent dat in de heilsgeschiedenis sinds het begin tot vandaag toe? Het is heel wijs, want de kerk de lezingen vandaag hebben voor ons echt een beeld van het begin tot nu. En deze grote genade die wij kunnen ontvangen, die wij mogen ontvangen door de Eucharistie. Vragen wij dat de Heilige Geest ons kan helpen en ons kan begeleiden in dit moment, zodat wij het woord van God kunnen mediteren en ook laten vlees worden in ons hart. Dan vandaag de eerste lezing komt uit het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 24. In die dagen stelde Mozes het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Instemmig betuigde het volk: alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 weestenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerde: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit. Nou, wij zijn hier echt in de context van het Oude Testament en van het Oude Verbond. En in de Bijbel hebben wij dat als rode draad. Het Oude Testament, het Oude Verbond, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. En dit verbond, het wordt gesloten door de Heer met ons. Het is de Heer die het in stand houdt. Wij stemmen in dit verbond, we proberen ons best te doen, maar het is de Heer die dat in stand doet houden. En wij zien hier, in het moment waarin Mozes, de herder van het volk toen, wanneer hij met het volk dit verbond heeft gesloten namens de Heer, en het volk wilde dat beleven. Zij zeggen: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Dan in verbond met de Heer begint met onze wil, begint met onze beschikbaarheid om te kunnen ingaan op de uitnodiging van de Heer. En wij zien hier dat dit verbond bij het Oude Testament, het Oude Verbond, bestond vanuit twee elementen. Eerst het woord van de Heer, de wetten, de bepalingen van de Heer die het volk besloot om na te volgen. En daarna het bloed van de dieren die in teken was van het verbond. Het verbond wordt gesloten bij het offer van dieren en bij
het bloed die wordt gesprenkeld en ook als een symbool van een verbond voor het leven. Een verbond die gaat duren. Dat het bloed betekent het leven hier. En het is voor ons, deze lezing, het is mooi, je had helemaal begrepen met de tweede lezing, het evangelie nog. Het is een lezing die ons plaatst in deze voorafbeelden van het nieuwe verbond. Dat ons geschonken is door Jezus en dat werkelijk in ons midden is door de Eucharistie. Het is dan heel mooi, dit parcours dat wij nu beginnen. Onthoud goed, nu zijn wij in het oude verbond. Mozes, het wolk, de wet, het bloed die dit verbond heeft gezegend. Daarna komen wij bij de psalm. Psalm 116 die heeft ook voor ons mooi parels over de waarde van de Eucharistie-viering. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik heb de offerbeker. De naam van de Heer roep ik aan. Want kostbaar is in de ogen des Heeren het leven van wie hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar. U hebt mijn boeien geslaagd. Met offer zou ik u loven. De naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn gelofte volbrengen waar heel zijn volk het ziet. Nou, het is een heel mooi psalm, 116, die echt ons laat binnentreden in dit fundamenteel aspect van de Eucharistie-viering. Offeren en danken. Eucharistie-viering betekent dankzegging. En wij geven dank met een offer. Ofwel van onze woorden, van onze gebaren, van iets concreets. Als wij een persoon willen bedanken voor iets, soms hebben wij cadeaus en zo wordt ook met God in dit moment ook beleefd. Als wij in de Eucharistie-viering komen, is het moment om te offeren. Het is niet grote dingen offeren, maar offeren wat echt ons kostbaar is, wat van God ook toekomt. Onze liefde en onze dankbaarheid. En het is heel mooi, deze vers. Ik heb de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Dan, wij komen tot een Eucharistie-viering niet alleen om te ontvangen. Integendeel, eerst offeren wij. De offerhaven is het moment daarvoor, voor het Eucharistische gebed. En in het hele geheel is dat een grote dankzegging, waarin wij danken God voor zijn woord. Wij danken God voor zijn voorzienigheid en wij danken God voor zijn lichaam en zijn bloed. Het is een heel mooie beleving. Een heel belangrijke catechese dat wij kunnen ontvangen. Dat wij ook geroepen zijn om door te geven aan onze kinderen, kleinkinderen, nichten, neven. Dat echt iedereen die deelneemt aan de Eucharistie-viering, dat kan weten. Het is heel belangrijk. En bij de tweede lezing lezen we uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. Broeders en zusters, nu is Christus gekomen, de hoge priester van het waarachtige heel. De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de vorige. Zij is niet gemaakt door mensenhand. Dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld. Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed. Niet dat van bokken of kalveren. Zo is hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd. En hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde aas van een vaas de verontreinigde kan heiligen, zodat zij wettelijk rein worden. Hoeveel groter is dan de kracht van Christus bloed? Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf aan God geofferd. Een smetteloos offer dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren.
En daarom is zij middelaar een nieuw verbond. En er heeft in sterven plaats gehad dat bevrijding brengt van de zonde, die onder het eerste verbond zijn bedreven. Nu kunnen zij die door God geroepen zijn, het erfdeel ontvangen, dat u is toegezegd. Nou, wij zien hier nu heel duidelijk deze verwijzing, wat ik zei, bij de eerste lezing, het oude verbond in deze brief aan de Hebreeën, het is een tekst vanuit het Nieuw Testament, maar de brief aan de Hebreeën maakt heel vaak vergelijking met het Oude Testament ook. En daarom is deze lezing hier heel goed gekozen om ons verder te doen induiken, begrijpen hoe belangrijk is deze overgang van het offer met de dieren tot het offer van Christus. Het is heel wisselend en het is een proces, een vooruitgangproces in de heilsgeschiedenis ook. En wij zien hier deze zin, want als het bloed van bokken en stieren ons kan heiligen, hoeveel groter dan is de kracht van Christus bloed? Zouden we een heel klein beetje kunnen snappen van de kracht van Christus bloed? De kracht van het bloed van Christus kan echt ons bevrijden. En dat is ook een manier om te bidden. We kunnen bidden en zeggen, hier kom met uw bloed mee zegenen, mee bevrijden, mee beschermen. Het is een heel krachtig gebed. Zelfs heilige Catharina van Siena, als zij brieven schreef, tekende ze altijd in het bloed van Christus. Het was een soort van zegel dat zij gebruikte bij dat te vermelden om alles onder het bloed van Christus te beschermen, te onderwerpen. En we zien daarna verder in deze lezing deze duidelijke vermelding. Daarom is hij middelaar van een nieuw verbond. Christus door zijn offer aan het kruis, zijn lichaam en zijn bloed, heeft hij een nieuw verbond met ons gesloten. En het initiatief kwam van Christus. En wij worden geroepen dag na dag om ja te zeggen aan dit initiatief, aan dit verbond. Daarom komen wij elke dag, elke week, als het kan, elke dag, maar dat moet niet. Maar elke week op zondag, dat wordt wel verwacht, naar de Eucharistieviering. Zodat wij zeggen, ja, hier, ik wil instemmen met uw verbond met mij. Ik wil dat uw offer niet zomaar verwaarloosd wordt, maar nee, ik wil gebruik maken, ik wil de genade ontvangen van dit offer die vol van genade voor ons is. En daarna het evangelie is maar in bevestiging van wat wij nu net hebben gezien, maar met de beschrijving zelfs van het moment wanneer Christus de Eucharistie ingesteld heeft. Het is vandaar volgens Marcus 14. Op de eerste dag van het ongedensende brood, de dag waarop men het paaslam slaagt, zeiden zijn leerlingen tot Jezus, waar wilt hij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat hij het paasmaal kunt houden? Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht. Gaat naar de stad en daar zult hij een man tegenkomen die een kruik draagt. Volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnen gaat. De meester laat vragen. Waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met rustbedden en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij het hun gezegd had. Hij maakte het paaslam gereed. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Met de woorden, neemt, dit is mijn lichaam.
Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe. En zij dronken allen daaruit. En hij sprak tot hen: dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan hier is echt de beschrijving van de bron van alles dat wij tot nu toe hebben gezien. De instelling van de Eucharistie. En het is heel interessant hier zien dat elke keer dat Jezus zegende het brood en hij deelde met ons. En wij zijn geroepen om ook het te aanvaarden en deel daarin te nemen. Met het bloed was dezelfde. Hij gaf hem om te drinken. En de leerlingen dronken daaruit. Het is voor ons echt ook een oproep om vanuit dit hoofdfeest bewust te zijn. De haven van de Eucharistie heeft maar betekenis als wij deel daarin nemen. Als wij geen deel daarin nemen, regelmatig. Als wij niet geen tijd daarvoor maken. Hoe kan dit verbond stand houden? Vanuit het kant van de kant van Jezus wel, maar voor ons ook. We hebben dat nodig. De Eucharistie is echt een bron van genade. En dat heeft ook voor ons kracht voor het lijden dat zou komen. Kracht voor de moeilijkheden van elk dag. En op het einde van dit evangelie, het is heel discreet vermeld, maar het is een belangrijke vermelding. Het zegt, nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Nou, dat zou onmiddellijk toen beginnen het lijden, de lijdensweg van Jezus. En wij kunnen maar kracht putten voor de moeilijke uitdaging van ons leven. Alleen in de Eucharistie. Misschien hebt u al deze ervaring meegemaakt van het beleven van een Eucharistieviering, het bijwonen van een Eucharistische aanbieding. En als je uitkomt en zegt, tja, het is een genade. Ik heb iets kunnen afgeven, ik heb nieuwe kracht kunnen ontvangen. Ik heb inzicht kunnen vinden voor dat probleem. Ik heb helderheid kunnen ontvangen voor een paar zaken. Dat is een Eucharistische genade. Maar het gebeurt als wij ook ingaan op dit verbond dat de Heer voor ons ook heeft. En om ons te laten beter ook indrukken in deze genade van de Eucharistie, wou ik met u delen in een paar gedachten over een encycliek van Heilige Johannes Paulus II. Een encycliek van 2003. Ecclesia de Eucharistie. De kerk leeft van de Eucharistie. Het is een heel mooi document. Ik ga even toe in deze maand van juni een paar gedachten ook vanuit dit document met u delen. Om een beetje rijker dit moment te maken. En ook om de waarde van de Eucharistie samen beter te ontdekken. We vieren nu sacrament daar. Een beetje later. Het hele hart van Jezus. Het is een maand dat toegewijd is aan het lichaam, aan de Eucharistie, aan het bloed van Jezus. Zoals vorige maand was aan Maria. En het hart van Jezus is de hart van de Eucharistie ook. En wij zien in dit encycliek, in de alinea 11, Johannes Paulus II zegt, de kerk heeft de Eucharistie van Christus haar hier niet ontvangen als een haven, hoe kostbaar ook, ten midden van zoveel anderen, maar als de haven bij uitstek, want het is de haven van hemzelf, van zijn persoon in zijn hele mensheid, als ook de haven van zijn verlossingswerk. Dat is wat wij hier zien. Het
is wat wij hebben net gezien in de lezingen. De haven van Jezus zelf is de haven van de Eucharistie. Daarom mogen wij vandaag vragen deze genade van vernieuwing van het geloof. Als wij de Eucharistie ontvangen, het is niet meer alleen de hostie. Nee, het is niet meer alleen de hostie. Het is de Jezus daar. Daarom is het mooi ook de naam Eucharistie te gebruiken. Ik ontvang de Eucharistie. Ik ontvang het lichaam van Jezus. Ik ontvang Jezus zelf. Het is door het geloof dat wij dat uitspreken ook. En verder in deze alinea 11 zegt paus Johannes. Wat had Jezus nog meer kunnen doen voor ons? Waarachtig, in de Eucharistie toont Hij ons een liefde die tot het uiterste gaat. Een liefde die geen maat kent. Het is heel mooi. Het is een teken van de liefde van Jezus tot het uiterste toe. En daarna alinea 12, om af te sluiten, zegt Hij, dit aspect van de universele liefde van het Eucharistische offer is gebaseerd op de woorden van de Verlosser zelf. Dat is wat wij hebben nu gelezen. Jezus zelf met zijn woorden heeft de Eucharistie ingesteld. Toen Hij het instelde, zei Hij, niets is slechts. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Jezus deed door een duidelijke manier laten zien dat deze gave, dit moment van dankzij met het brood en de wijn, wordt zijn lichaam en zijn bloed. Dat is wat gebeurt in elke Eucharistie. We gaan wij vandaag dat onze kerk, dat wij als gelovigen wereldwijd, maar ook in alle landen die heel veel geseculariseerd zijn, dat wij meer open kunnen zijn voor de waarde van de Eucharistie. Dat wij echt het beleven met ons hart en niet alleen met ons verstand en redeneringen, maar dat wij echt in geloof dankbaar en open zijn voor deze grote haven, deze haven bij uitstek van de Eucharistie. Vragen wij ook voor alle mensen die Jezus niet hebben leren kennen in de Eucharistie, dat ze vandaag mensen kunnen vinden om dat voor hem te kunnen laten zien, getuigen te zijn voor hem, van hoe de Eucharistie een middel is van genezing, van bevrijding, van genade van de hemel. Voor ons leven, voor onze ziel, voor onze wereld. Wees groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u. Een gezegend Hoogfeest daar voor u. U mogen deze maand in de hand zijn van meer ontdekking van hoe mooi is deze gave van de Eucharistie in ons leven, voor onze christelijke beleving. Dank u wel.